bondscoach, Dean Goré, die heeft uiteindelijk besloten om zijn stilte te verbreken. Op een persconferentie vandaag in Hotel Marriott is hij ingegaan op de gespannen sfeer die er in feite vanaf het begin heerste tussen hem als bondscoach en de SVB. Hij is er ingegaan op tal van zaken. Het is een vrij lange persconferentie geweest, maar we brengen u alvast een belangrijk gedeelte uit de persconferentie. Ik wil de supporters bedanken, de fans, voor de support. Er zijn een aantal mensen die ik wil bedanken, omdat er zijn een aantal mensen die vanaf het begin van de eerste dag mij onvoorwaardelijke steun hebben gegeven. Dat is Winston Munslag en zijn vrouw Anarita, die met Mozart Security mij hebben ondersteund. De Marriott Hotel, die onvoorwaardelijke steun heeft gegeven. Daarnaast natuurlijk mijn gezin, die moesten opofferen. Om thuis te blijven in Nederland, of in Nederland maar in Engeland, waar ik al 22 jaar woonachtig ben. En mijn staf natuurlijk. Ik had veel eerder een reactie kunnen geven en willen geven, maar ik moest eerst alles op een rijtje zetten. Om te voorkomen dat ik niet emotioneel zou reageren. Ik ben namelijk van mening dat het besluit van de SVB een grote impact heeft in het Surinaamse voetbal. Met die voorheen komt het wel goed. Maak je daar niet druk om. Ik ga weer naar huis. Alles is dit ook mijn thuis geworden. Ik ga naar mijn familie in Engeland. En het komt wel goed met mij. Maar ik maak me zorgen om de continuïteit en de ontwikkeling van het Surinaams voetbal. Ik neem jullie even mee naar 2018, toen ik werd benaderd door de SVB om als bondscoach het Surinaamse voetbal een kwaliteitsimpuls te geven. Vol trots, hoop, gezonde spanning heb ik deze eervolle taak geaccepteerd. Waarom? Simpele reden. Het was voor mijn droom. Een droom om deze uitdaging te mogen uitvoeren. Mijn droom was om de beste spelers met Surinaamse roots te laten spelen voor ons Suriname. Voor ons Suriname. Zodat wij de kans krijgen om Suriname op de wereldkaart te zetten. Ik heb mijn familie de sacrifice genomen om 2 jaar van mijn leven op te offeren. Om deze droom waar te maken. Het zijn er inmiddels 3 jaar geworden. En het zou er nog 2 jaar bij komen. En misschien nog 2 jaar en 3 jaar en 4 jaar. Maar naar mijn mening, is er een impuls nodig om het Surinaamse voetbal naar een hoger niveau te tillen. En weer te laten leven bij het Surinaamse volk wereldwijd. In de afgelopen jaren heb ik veel meegemaakt. Wij Surinamers hebben ontiegelijk ontzettend veel talent. Niet alleen Surinamers hier, maar ook Surinamers in de rest van de wereld. We hebben het bewezen. Met een nieuwe staf, een nieuwe visie, starten we dit avontuur. Ik wil u ter herinnering meenemen naar 5 belangrijkste ambities die mijn staf en ik met u deelden 3 jaar geleden. Allereerste. Wij wilden het Surinaamse voetbal laten herleven op de velden. De pleintjes, de straten van Suriname moeten het gevoel hebben dat ze trots zijn op het nationale elftal. Ik vertelde zelf toen 3 jaar geleden mijn vader die voor het Surinaamse elftal speelde. En ons vertelde over de grootheden. Humphrey Mijnans, Leiden. Wiener Schal, Bundel. Leijers, noem de naam Roy George, noem de naam maar op. Ik ken die mensen niet eens. Maar ik ken hun naam. Ik heb ze hier leren kennen. Maar het mooiste voetbalveld van het hele Caribisch gebied. We speelden het mooiste voetbal. De stadion staat er altijd vol. Robin Hood tegen Transvaal. Hoeveel heb ik dat vaak met mijn vader niet horen vertellen? Tot vandaag. Robin Hood tegen Transvaal als kleine jongen. Zaten ze op de Sintobaan, op de wielerbaan. Om de wedstrijd te volgen.
Iedereen sprak over die wedstrijd nog wekenlang. Ook in de afgelopen 3 jaar werd Nacho vaker onderwerp van gesprek. Onder bevolking hier, op social media en wereldwijd via buitenlandse tv-kanalen. Ten tweede, wij wilden vaker winnen en daarmee stijgen op de FIFA wereldranglijst. Doordat we vaker wonnen, plaatsen we ons voor de Gold Cup. Voor de Gold Cup voor de eerste in de geschiedenis van Suriname. Met amateurs. En we plaatsten ons voor de A-groep van de CONCACAF-landen. Uiteraard resulteerde dus ook dat we ook gingen stijgen op de FIFA-ranking. Als derde ambitie wilden we de beste Surinaamse spelers wereldwijd overhalen om voor Natje te komen spelen. En ook zorgen dat de paspoorten geregeld zouden worden. Onze stoutste dromen werden werkelijkheid. Steeds meer topvoetballers boden zich aan, kozen voor ons land. Ik had ineens een lijst van 200 zoveel voetballers wereldwijd die voor Natje wilden spelen. En natuurlijk mag iedereen trots zijn en vereerd zijn om voor je land uit te mogen komen. En Suriname International te zijn. Wat al die jaren van die nog niet was gelukt, lukte. En ik zeg je, toen het lukte, toen we de Gold Cup haalden, toen die paspoorten doorheen. Laten we eerst terug naar die Gold Cup. Toen we de Gold Cup halen, laat me je één ding zeggen. Ik heb voor Feyenoord gespeeld. Ik heb voor Ajax gespeeld. Ik ben met Feyenoord kampioen geworden. Ik ben met Ajax kampioen geworden. Ik heb Champions League goals gescoord voor volle staken. Ik heb mooie doelen tegen Barcelona mogen scoren. Tegen Real Madrid mogen scoren. Maar het allermooiste gevoel heb ik gekregen toen ik een kronkel plaatste met Suriname. Dat was mijn allerlekkerste vervolging van deze gevoel. En dat is een feit. De medewerking van de regering en verschillende overheidsinstanties werd het ondenkbare haalbaar. Surinaamse jongens kregen juiste papieren om voor Suriname uit te komen. En tezamen met onze talentvolle lokale spelers een mooie selectie te vormen. Onze dank gaat nogmaals uit naar de medewerkers van de overheid die ik persoonlijk nu heel goed ken. En die het mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie inzet was het niet gelukt. Ten vierde, met een nieuwe selectie, een nieuwe professionele staf, een nieuwe visie, wilden we mooier voetbal spelen en betere resultaten behalen. Dat is gelukt. Het Surinaamse voetbal is weer aantrekkelijk om naar te kijken. En we hebben charismatische, kwalitatief goede spelers op het veld staan en op de bank zitten. Natuurlijk is het niet realistisch om te verwachten dat we meteen met de wereldbeker thuiskomen. Of verwachten dat we ons meteen plaatsen voor het WK. Terwijl de spelers voor het eerst voor Suriname uitkomen en nog niet eerder ingespeeld zijn. Toch was er een fundament neergelegd. Waar we verder op kunnen bouwen. Daar komt nu abrupt een einde aan. Onbegrijpelijk. En als vijfde hoofdambitie wil ik de betrokkenheid van de pers vergroten. Dat was mijn ambitie. Als ik om me heen kijk, is het behoorlijk gelukt. Ik ben u zeer dankbaar voor uw kritische opstelling. Die hield me scherp en was tegelijkertijd welwillend. De relatie media en Nacho is in geen jaren zo goed geweest. Ik denk dat we daar met z'n allen over eens kunnen zijn. Dank daarvoor. Dat we ook wel eens het zeggen, maar, toch? En toch lijkt er nu plotseling een einde te komen aan mijn Surinaamse droom.
Om moverende redenen worden we ruw verstoord in de goede weg die we met elkaar zijn ingeslagen. Ik moet u eerlijk zeggen, dit verdient mijn staf niet, die ze met bloed, zweet en tranen de afgelopen jaren hebben ingezet om Natje te professionaliseren. We liepen regelmatig aan tegen tegenwerking, maar als professionals maakten we dat publiekelijk, omdat we het belang van onze doelstelling, oude structuren, oude belangen, oude machtsverhoudingen, leiden zelden tot gewenste vernieuwingen. Ook de spelers die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet om ons allemaal trots te maken, verdienen dit niet. Het getuigt van lef, trots en een Surinaams kloppend hart om te kiezen voor een nationaal elftal met weinig middelen. Maar nog veel aan gebouwd moet worden. Toch kozen die jongens om voor Suriname te spelen. Daar ben ik trots op. En last but not least, Surinamers over de hele wereld en de rest van de wereld keken vol spanning. Met heel veel plezier naar de ontwikkelingen, de stijgende lijn van het nieuwe Nacho. The sleeping giant has awakened, dat hoorde ik in Amerika. Dat vond ik een mooie, de slapende reus is wakker geworden. Wij zijn de slapende reus, geloof me. En de liefde die hebben gekend van de landen als Mexico, Honduras, die constant met complimenten kwamen, constant met interviews kwamen van waar is Suriname, wat is Suriname? En ik was blij dat er een sponsor naar ons kwam, die Forest 93. En Forest 93 heeft ons gezegd, weten jullie dat Suriname bekend staat, groenste land van de wereld. Met 93% bosbedekking. Dus op mijn vraag naar de journalist was, waarom moet je naar Suriname gaan? Ik zeg, als je naar Suriname gaat, dan ga je naar het land met 93% bosbedekking. Vol trots met volle bos kon ik dat zeggen. Want het is waar. Als je voor de natuur gaat, is Suriname de plek. En als je van voetbal houdt, gaat Suriname op de plek worden. Het Surinaamse voetbal leeft weer. Over de straten van Paramaribo wordt daar zoals toen weer gesproken over voetbal. Overal waar je gaat, op social media, met familieleden in andere landen, is het Surinaams voetbal hot topic. Ik ga niet met modder gooien. Dat is niet mijn stijl. Ik hou te veel van Suriname en het Surinaams voetbal. Toch wil ik wel meegeven dat we niet op de oude voet verder kunnen. Je bereikt geen nieuwe doelen met oude gewoontes. Het kan niet zo zijn dat wanneer we met elkaar overduidelijk een stijgende lijn hebben ingezet en je om moverende redenen abrupt de droom, het samenhorigheidsgevoel, de hoop van spelers en het Surinaamse volk laat botsen. Wij alle verdienen weten. Mijn vraag is nu, wie gaat ons verder op voorsprong zetten en wie houdt ons weer op achterstand? Laten we daarover gaan praten.